eigenlijk wel een illusie voor luisteraars? Nou, eigenlijk niet. Ik kan iets laten zien van de behendigheid, de vingervlugheid. Wacht even, ik moet even gaan staan. Oké, nou Hans Klok gaat nu staan en ik ga het dan beschrijven, zodat jullie thuis toch een beetje mee kunnen krijgen. Waar is de camera? Daar, hè? Ja, er is ook nog een webcam inderdaad. Dus... Kijk, ik laat je zien. Oké. Eventjes ja. Mijn mouw losmaken. Hij maakt nu zijn mouw los. Dat is natuurlijk wel gevaarlijk. En er verschijnen allemaal kaarten uit het niets ineens in zijn hand. En dat is gewoon een kwestie van oefenen. Maar het is dus net alsof het, alsof het dus een montage is. Dat er ineens een kaartje in zijn hand zit. Ja, dit heb ik als kind geoefend. Ik zou zeggen, Hans, kom nog iets dichter bij de microfoon. Want het zou jammer zijn als we het niet horen. Een waaier, kaarten, gewoon kaarten. Het zijn trouwens casino-kaarten, die zijn wat breder. En dan gooi je ze weg. Hij gooit ze nu weg in de lucht. Hé? En ineens heeft hij ze weer als die perfecte waaier. Nou... Ik word hier gek. De kaarten vliegen me ondertussen om de oren ook trouwens. En nu trekt hij de kaarten uit zijn mond. Het is... Magic. Magic. Ja, ik weet niet of het voor de luisteraar dus nog goed te volgen is. Want je wilt natuurlijk, dit wil je gewoon zien. Ja. Maar